Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn wakker. We zijn in Amerika bij Lake Powell. En we gaan vandaag lekker naar Lake Powell toe. En naar Horseshoe Bend. En naar Antelope Canyon. En daarna gaan we doorrijden. We hebben al het volgende hotel geboekt. En voor nu gaan we even ons klaarmaken, uitchecken. We zijn ongeveer 8:30 wakker geworden. En dan gaan we vandaag fun hebben. Oké, ik wil dit aandoen. Maar Foef zegt net... We gaan hiken en zo, maar daarna gaan we naar Lake Powell. Dus misschien dat ik mijn badpak alvast aan kan trekken hieronder. Als outfit en daarna gelijk ermee zwemmen in Lake Powell. Dus dat ga ik doen. Ik ga even uit de auto halen, want daar ligt hij nog. Check even deze gigantische kraaien hier. Het zijn echt gewoon mega, lijkt wel mega kip of zo. Huge. En we gaan er weer vandoor. Ik heb me opgehangen, maar geen oogmake-up op, omdat we gaan zwemmen natuurlijk. Daar is mijn ride. Daar is de ride. En we gaan nu naar alles hier omheen wat leuk is. Hallo. Wij zijn weer bij Denny's om te eten. Ja. Zo lekker vonden we het. Zo, dit is raar. Dit is precies Foef's handschrift ook. Hé? Hé. Hé. Hoe dan? En nog een Gregor. Kijk, dit grote gebouw is gemaakt van gipsplaten die tegen elkaar geplakt zijn. Maar Foef zegt dat er hout onder zit ofzo. Ja, ze hebben altijd houtconstructie. Maar alles is hier van hout. Je blaast die huizen toch zo om hier? Ja, maar ze doen het expres. Waarom? Nou, omdat er hier, als er hier een orkaan komt, gaat het toch wel kapot. Dus het is beter zo als je het goedkoop bouwt. Echt waar, is dat de reden, denk je? Maar ze hebben toch ook bakstenen huizen? Ja, maar niet hier. Ja, het is hier wel schattig allemaal. Daar is hij hoor, de birthday milkshake. Foef heeft hem, of hoe heet ik weer? Cake batter. Foef wilde hem per se nemen. Ja. Ga je gang. Oh, je wil eerst een mooie Insta-foto. Moet ik een foto van maken? Ik ga een foto maken. Als je dus een milkshake bestelt, dan krijg je dit ding waar het in is gemaakt mee. En daar zit ongeveer net zoveel in als al in jouw milkshake zat. Dus je krijgt twee keer zoveel. Meer lijkt het ook. Gewoon helemaal vol. Om extra bij te... Ja, dat is, ik snap wel dat je dan aan je, wat was het, 1300 calorieën komt met dit ding? Ja, inderdaad. Gefrituurde aardbeien. Nee, pannenkoekaardbeien. Oh, pannenkoekaardbeien, dat was het. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Oh, weer 1000. En? Heel lekker? Heel lekker. Dit is hoe het eruit ziet. Pannenkoek, spul met stukjes aardbei. Heel lekker. En witte chocola volgens mij ook. Burger, vega burger weer, once again. En Foef heeft een omeletje. Het is hier serieus zo heet dat de tube zonnebrandcreme vrijwel hier, de bovenkant is echt gesmolten. De zonnebrandcreme is warm. Als ik een warme sla pap over mijn lichaam smeren ben. Oké, wat gaan we eerst doen? Horseshoe of die ander? Horseshoe is wel echt bij waar je ook zwemt. Dan doen we die ander. Antelope Canyon. Het is zo heet, de zon staat zo fel. Dus ik heb nu een shirtje aan. Want Foef zei dat ik dat moest doen en zo'n goed idee. En zo blij, ik heb dit hele dunne, luchtige zwarte shirt gisteren gekocht. En mijn schouders verbranden dus altijd. Ook heb ik factor 50 altijd. Dus nu is het top. Maar natuurlijk doet hij het niet. We gaan als eerst naar Antelope Canyon. Dat is 20 minuutjes hier vandaan. En het is weer zover. Dit keer is het geen chocola, maar ze hebben niet eens gezien hoe we die chocola gesmeerd hebben. Dat was van die regen. Weet jullie nog die Choco Minty dingen die we kochten? Die zijn dus in mijn tas ontploft bij Price. En dat is helemaal gaan smeren, alle chocola. Nu is mijn nieuwe lipstift gesmeerd. Tot aan de lens van mijn spiegelreflex. Fijn. Oh. Ja, alles zit overal weer. Maar natuurlijk. Ja. Oké, we zijn bij Antelope Canyon. Je hebt de lage, je hebt de hoge. Wij zijn bij de hoge en daar kan je dus alleen maar inkomen met een tour. En dat gaan wij nu doen. Het schijnt ontzettend mooi te zijn. Je mag geen tas meenemen, niks. Dus ik mag... Hè? Ja, iets wat in je hand past en in je zak. Dus ik heb nu de vlogcamera en een fles water. En een bandana is aangeraden in verband met het zand. Dus dat is wat we nu gaan doen.
Ja. Het kost trouwens $40 en $8 om het reservaat in te komen. Want ja, het is wel echt een gebied van Indianen ook. En dan betaal je dan zeg maar $8 entree. Je mag niet zonder tour naar binnen. Dus wij dachten we gaan gewoon, maar blijkbaar moet je echt met een tour. Dus let's do it. Kijk even naar hoe goor mijn schoenen al zijn. Dit is specifiek naar gisteren toen het zo regende. Of eergisteren trouwens. Ja, eergisteren. OMG, hier is de clip. Een stukje van de clip van Britney Spears opgenomen. I'm not a girl, not yet a woman. Dat is hier, dat is op die rots zit. Ja, fotografen die willen nogal beuken. Dit is jullie screensaver bureaublad, jongens. Kijk, poef, ik zie sterk. Oh. Oké, super cool. Wel heel druk en benauwd. Moet je wel tegen kunnen. Oké, luister, ik ga je een tip geven. Je hebt de fotografietour, die kost $180 per persoon. Heel erg duur. Maar wij hebben de gewone tour gedaan en die was dus 40 en je kan gewoon foto's maken. Het verschil is alleen bij de fotografietour gaan mensen met mega statieven en mega professionele camera's. Die dus echt gewoon stokfoto's gaan maken en zo. Maar je kan gewoon de gewone doen, dan mag je ook gewoon foto's maken. Dus even een tipje. Check dit, dit is gewoon gesmolten van de hitte. Oh. Oké, we gaan nu naar Lake Powell om te zwemmen. Wat? Omkleden, heb je het zo heet? Nee. Oh, je zwembroek bedoel je? Ja. Nog een tip. Ik ga nu dus aan de mensen hier vragen wat de beste plek is om te zwemmen van Lake Powell. Er zijn een paar plekjes, maar je kan dat dan beter aan de local mensen vragen. En vooral hier, we hebben net een tour gehad, weet je, als ze super behulpzaam. Oké, op naar Lake Powell om te zwemmen. En dat is 10 minuutjes hier vandaan. Het is allemaal heel dichtbij. Horseshoe Bend is ook maar 10 minuten eraf. Ja, dat is volgens mij een die dan al dan. Ja, het zit zeg maar aan Lake Powell vast, maar ja. Wij gaan even eten bij Taco Bell, een lunchje. En dan naar de lake.
Want we weten niet of daar eten is, want krijgen we straks hier hetzelfde als bij Bryce. Please use the other door. Dit is de other door. Oh. Yes. Dit is zo lekker, die roze limonade. Is die heel goed? Nee, eerder heel zuur. Daar hou ik van. Lekker. Ik had mist. Wat had jij? Oh, is die lekker? Ja. Niet echt dus. Je hebt het denk ik wel lekker. Wat is Mountain Dew Spiked? Die heb ik net gepoetst. En? Smaakt hetzelfde als mist. Wat is mist? Mist. Oh, mist. Oh, oké. Okay. Oh my gosh. Ik heb dus een Dorito. Ja, dit is Dorito. Van Dorito gemaakt. Kijk nou. Dorito's crusty ding. Oh. Oké, Lake Powell. We zijn er bijna. Oké, wij zijn bij Antelope Point Marina. Omdat daar was het dus echt maar $2. En daar gaan we nu heen. Even een frisse duik nemen. Ik ben benieuwd. We hebben even een handdoek gekocht bij de Walmart. Want we hadden geen handdoek. Public lunch. Oh, hadden we moeten zeggen dat we kwamen zwemmen? Oh ja, dat weet ik niet. Ik denk hier. Dat denk ik wel. Ja, Marina. Main entrance. Kids shop, restaurant, boat tours. Valt het op dat er een bepaald type auto hier echt... Ah, nee, maar wacht. Nu zie je, hier zijn alle redelijk normale oude SUV's. Maar hier, kijk, er alleen maar trucks. Echt niet trucks. Echt hoor. Oké, het is een beetje een puzzelwerkje hoe je hier mag zwemmen. Want iedereen komt hier met zijn boten. En uiteindelijk hebben we nu finally ontdekt hoe we er komen. Je moet naar de plek waar je dus met je boten heen mag. En dan moet je gewoon gaan lopen naar beneden. En daar mag je dus blijkbaar zwemmen. Alleen dat kan je niet zien vanaf boven. Nee, dus het lijkt net... Wij dachten, hé, maar dat is een plek waar boten naar beneden gaan. Maar nee, het is dus ook gewoon waar mensen zwemmen. Op het strand. Nou, dan gaan we daarheen. We zijn er! Heel veel mensen met boten. Dit is waar we dus net waren met al die auto's. Hier moet je dus toch naar beneden lopen. Met de handdoek? Ja. We hebben een handdoek gekocht van een van de sportsteam hier of zo. Maar het was gewoon het goedkoopste handdoek bij de Walmart. Dat was de eerste, de beste die we zagen. Ja. Ah joh. Hier, waar dan? Waarom mag je hier zwemmen? Echt niks. Dit is het. Er zijn niet mega veel mensen of zo, maar hoe komen we daar inderdaad? Ja, maar daar ook echt. Maar dan kan je via die kant wel. Nee. Liever daar? Nee, liever bij die steentjes, denk ik. Nee, ik liever niet bij steentjes. Oké, okay, nou dan gaan we naar die. Dat is ook... Als... Oh, wat... Ik... Oké. Okay. Oké, okay, we zitten nu goed. Hier lopen. En hier kan je zwemmen. Ja, hoe ga je dat doen? Links, denk ik. Dat ze geen trappetje hier bouwen. Ja, ik denk dat ze niet zo geïnteresseerd hoe je naar beneden gaat. Ik vind het echt een hele heftige manier om bij een strand te komen. We moeten ook nog zo meteen terug. Damn. We made it! Yes! Hier kan je dus zwemmen. Zie? Het is even een stukje lopen, maar dan heb je ook wat. Dit is niet voor mensen... Nou, misschien moeten we toch daar. Dit is niet voor mensen die slechterbeen zijn. Echt niet. Don't do it. Kijk nou. Hallo. Ah. Moet je naar beneden? Oh, super! En go! Het duurt lang, jongen. Oké, nou. Dat was Koen. En dan gaat ze... Ja. Nou, nu ga ik ook het water in. Het is hier zo ontzettend chill. Het water, de temperatuur is echt perfect. Ja.
zo chill. Echt heel chill. Ik moet zeggen, ik denk dat wij volgende keer, als we dit weer zouden doen, dat we dan een bootje zouden huren hier, toch? Ja, iets in die richting. Ja. Okay, je kan ook dat doen. Ja, dat is echt een tour. Je hebt allemaal tours, maar heel veel die huren zelf een bootje en dan bijvoorbeeld met vrienden of zo. Het ligt eraan of je boot mag. Of je mag varen. Ja. Ik denk dat ook van die mini kanoën kan ook. Ik denk dat dat voor volgende keer. Kanoën, ja? Ja. Maar dan moet je echt een hele dag. Als boot mag, dan ga ik de hele dag voor uittrekken wel. Jetski lijkt me ook wel leuk. Ook heel veel mensen hier jetskiën. Ja, het is echt heel erg cool. Nou, wij hebben even lekker gezwommen. Eventjes letterlijk in de zon gestaan, 3 minuten en dan weer droog. En nu gaan we teruglopen naar de auto. En dat moet inderdaad via deze route. Toch wel heel bijzonder. Oké, we zitten weer in de auto. Wisten jullie trouwens dat Foef al sinds we hier zijn last van zijn oor heeft? Nee, niet sinds we hier zijn. Sinds wanneer dan? Ik denk 3 dagen. Misschien nog niet eens, misschien wel maar 2. Maar het schijnt toen ik ziek was. Ik denk dat er gewoon heel veel snot in mijn oor zit. En Nederlander kwaal te zijn, hè? Dat Nederlanders zijn chronisch met oor. Zeg maar, ja, want Kelvin had het laatst ook. Heel veel mensen hebben het. Ja. Gewoon letterlijk dat de artsen ook zeggen van bij toeristen altijd Nederlanders met oorontstekingen. Ja. Ik heb het dus echt nooit. Ik heb het heel vaak, hè? Ja. Ook op het zwembad en zo. Altijd op vakantie. Ja. Even kijken hoor, het is 7:15, we gaan naar Horseshoe Bend. Het schijnt dus dat het mooiste is daar als de zon opkomt of ondergaat. Dus we gaan nu een beetje tegen het einde van de avond en daarna gaan we door naar ons volgende hotel. Ja. Horseshoe Bend. Dit was echt fun, alleen ik zou dus gewoon echt een bootje huren. Als je doet, huur dan wat leuks. Ja, of inderdaad. Een kanootje, vond ik ook echt heel leuk eruit zien. Ja, kanootje kan ook wel. Ja. We zijn er, het is mega druk met auto's ook. Komt natuurlijk door het tijdstip. Ja. Omdat de zon zo ondergaat. Even schoenen wisselen van slippers naar sportschoenen weer. De zon gaat zo onder. Dat is echt zo mooi. Echt heel mooi. Hij zit nu een beetje achter de wolken. En ik denk dat we een van de mooiste plekjes hebben op het moment. Dat is heel prachtig. Oké, dit was echt prachtig. Hij is nog niet helemaal onder, maar er zit een hele dikke wolk voor. Dus ik denk niet dat het heel, nee, heel mooi. Nee, je een kleur ziet ernaar. Ja, maar ik denk dit is het vooral. Het is echt zo de moeite waard. En dit is gewoon gratis. Je kan hier gewoon heen rijden. Horseshoe Bend, uitkijkpunt. Ja. Love it. Het was echt. Ik vond het een van de hoogtepunten, denk ik. Van deze reis. Weet je niet? Ja, ik vond het echt heel mooi. Ja. Alleen ook echt bloedeng. Ja, dit is heel eng, ja. Ja, wij lagen op dat randje, maar je had echt mensen die gingen er overheen hangen met hun benen. Woe. We gaan nu naar Flagstaff en dat is 2 uur en 10 minuten rijden. Let's go!
rijden nog steeds. Het is inmiddels 10 uur. En Foefje reed net bijna een vosje aan. Maar die was groot. Ook. Zo, die is groot. Dat het een coyote was trouwens. Dat zou best kunnen. Dat was een coyote. Gelukkig was kon jij zo, woep, zo opzij. Oh. Maar goed, we zijn echt al zo lang aan het rijden op niks. Ja. Ging je even een stadje door, maar nu weer niks. Ja. Nee, af en toe heb je in één keer zo'n benzinestation aan de overkant, zo'n mega restaurant. Dat heb je dat de hele tijd en daar is dat niks meer. Ja. Dus kun je meten bij dat restaurant. In the middle of nowhere aan het tanken. We moeten nu naar het tankstation lopen. Wel, die andere kan je dus met je creditcard betalen aan het tankstation. En hier gaat dat niet echt. We zijn er. En er is hier een Arby's. En daar hebben we nog nooit gegeten. Maar dat is ook een Little Caesars. Ja, en er is ook een Five Guys. Die hebben we al eerder gegeten. Is het Arby's? Ja, dat is goed. Dat is wel, toch? Ja. Ja, het is inderdaad open. Of zit ze schoon te maken? Of is het... Ja, het is open. Nee, er staat open. Is dit Arby's? Ja, dit is Arby's. Ik ben heel benieuwd. Ook. En Five Guys zit ernaast. Really? Oké, okay, blijkbaar is het alleen drive-thru open nu. Dus dan gaan we dat doen. Geen idee wat ze überhaupt hebben. Geen idee waar de drive-thru is. Ja, het leek wel sandwiches vooral. Oh ja, burgers. Oh, het zijn echt broodjes. Nee, wel burgers. Thank you for choosing Arby's. This is Cody. What can I get started for you? The side salad and farmhouse. We can do like a farmhouse salad with no meat on it. And that one, or like that's just the side salad. We just do lettuce, cheese, and tomatoes. We don't have anything like specifically made to be vegetarian. We can also do some of like the turkey thing. Oh, I guess that one. Yeah, nothing. That would probably be the only thing. Okay. Okay. Oh, and they have. Oh, yes. Okay. Yeah. What about potato cakes? Hoppakee. Ze hebben geen vega burgers. Wel hebben ze een soort aardappelkoekjes. En kaasdingen en zo. Dus dat kan ik wel eten. Het is best wel heel erg lekker. Tof het? Ja. Echt very, very nice. Ik ben onder de indruk van Arby's. Ik ook, ja. Er is wel weer heel veel vlees. Mm. Want ik heb nu steak en ik heb echt weet ik veel hoeveel roast beef laagjes. En hij begreep het ook niet. Hij zei, do you have vegetarian? Wait, what? I don't understand your question. Echt zo, wat? Oh, nee, niet echt. Salade. Zo, ja, salade en dan side order. Arby's was awesome. Oh, dit is dit niet een prullenbak? Hier. Ik zie hier even weggooien. Ja. Maar kijk wat hier ook zit. Target! Die hebben niet de vegans gevonden, dus daar moeten we ook echt zeker heen. Target, Target. Wij zijn in ons hotelletje. Yeah, wacht. Kijk even naar het slot. Cool. En het ziet er weer cozy. Binnentuin en zo. Roze muur. Roze muur. Twee bedden. De hele tijd twee persoonsbedden. Echt de hele tijd. Volgens mij is dat gewoon als je met je hele gezin... zoiets boek, dat je dan dat de kids dan eigen bed krijgen of zo, dat het zoiets is. Ja. Dus het is, er is geen hotel met alleen een twee persoons. Waar er eentje maar toch? Ja. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Onze stekkerding is stuk. Gelukkig hebben we er nog geen mee. Alleen deze dingetje moet ik er dan afzagen, want dan anders kan ik de laptop of de verlengsnoer niet op erin doen. Ja, ingewikkeld weer dit. Lang verhaal. Maar we gaan even kijken bij Target of ze een andere hebben hiervan. En nu ga ik de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen.